Van de regie tot de kostumering en het schrijven van de muziek. Toptalent is volledig door de studenten gemaakt. In samenwerking met Musical van Vlaanderen en het Koninklijk Conservatorium Gent. Het is een parodie op talentenjachten als Idool en X-Factor. Hallo, ik ben Simone en ik zou heel graag iets zingen van Helis. Benjamin Lieke uit Brugge dirigeert het orkest en schreef ook alle muziek. 3 maanden geleden hebben ze mij gecontacteerd voor dit te schrijven. En toen heb ik vol enthousiasme ja gezegd, want dat is natuurlijk een mega kans. Maar dat was wel even doorbijten om dat op tijd klaar te krijgen. Dus ik heb nu al bij al een uur muziek geschreven voor groot orkest. Dus. De hoofdrollen worden vertolkt door Saartje van Houten uit Brugge, Grietkin de Roo uit Poperingen en Reinhard de Man uit Tielt. Het is voor hen hun eerste stappen in de musicalwereld. Jonge talenten die zelf graag zouden doorbreken. Ik speel Eva, dus iemand die het heel goed gaat doen in de musical. Misschien een beetje op een niet-conformistische manier. Niet op een alledaagse manier, maar ze komt wel ver. Ik ben zelf geen student meer. Ik ben vorig jaar afgestudeerd aan de Fontys Hogeschool voor Kunsten, musicaltheater in Nederland. Ik vind het heel fascinerend, want het is direct een niveau hoger. Je moet jezelf ook beter... Je moet even dieper graven in jezelf en zien wat de anderen klaarspelen. Want zelf heb ik geen musicalopleiding achter de rug. En ik merk wel aan heel wat studenten hier, of pas afgestudeerden, dat ze toch een heel, heel hoog niveau hebben. Morgen zijn er nog 2 opvoeringen van Toptalent in het Capitool in Gent.